Welkom weer bij een nieuwe NEC-update. Met nog één wedstrijd te gaan dit kalenderjaar zit 2022 voor NEC alweer op. Het is natuurlijk een beetje gek om te zeggen zo half november, maar goed, het is toch wel de realiteit. Meteen door naar het nieuws van de dag. Jasper Cillessen is niet opgeroepen door Louis van Gaal om te gaan keepen op het WK in Qatar. Dat is natuurlijk een flinke aanlading voor Jasper Cillessen. Het schijnt ook dat hij in woede is uitgebarsten toen hij het nieuws hoorde. Nou ja, wij waren er niet bij, dus we kunnen het niet bevestigen. Cillessen zelf konden we hier ook niks over vragen, dus dan vraag ik het maar aan de trainer Rogier Meijer. Uitermate teleurstellend voor Jasper zelf. En ook voor ons als elftal, als club, is het een bittere pil. Ja. Snap jij die keuze? Nou, kijk, ik heb alleen met Jasper te maken op het moment dat ik hier met hem werk. En de ins en outs van de keuze, ja, die weet ik nog niet. Alleen als ik kijk naar hem, hoe hij zich geprofileerd heeft de afgelopen periode. Ja, zit hij uitstekend in zijn vel en laat hij het ook zien op het veld. En ik weet niet welke keepers er wel mee gaan. Het zijn Bijlo, Noppert en Pasveer, die gaan mee. Ja, nou ja, dat is sowieso verrassend, denk ik. Hè. Als je kijkt naar die keepers die je opnoemt, ik denk niet dat die allemaal in een geweldige vorm steken. Terug naar vorige week vrijdag. Vorige week vrijdag won NEC met 0-1 van Cambuur. En dat is de eerste overwinning in de Eredivisie sinds 14 augustus dit jaar. Of het spel goed was of niet, de broodnodige punten zijn in ieder geval binnen. En dat geeft NEC wel iets meer lucht. Merk je nu ook een beetje in de groep dat er wel zoiets is van, oh, hè, eindelijk? Nou, dat niet, maar dat was wel gewoon opgewektheid en blijdschap natuurlijk. Omdat je de overwinning pakt waar je al wat langer tegenaan hikt. En ik heb al een paar keer gezegd, ook bij anderen, maar ook hier misschien wel. Je kunt heel vaak met elkaar zeggen, we zijn op de goede weg en we doen dingen goed. Alleen, ja, het beste kun je gewoon winnen, want dat werkt het snelst. Sporters wilden het al langer, maar tegen Cambuur Leeuwarden maakte Ibrahim Sissoko zijn basisdebuut. De buitenspeler speelde een prima wedstrijd en ja, dat smaakt natuurlijk naar meer. Ja, het was lekker. Het moment waar ik op heb gewacht. Ja, het is mooi uitgepakt. Ja. En sinds je debuut bij NEC tegen FC Utrecht vorig seizoen leef je een beetje op een roze wolk. Ja, het is wel genieten voor jou, hè? Ja, zeker. Het gaat lekker nu. Dus nu is het alleen maar vasthouden en die lijn door. Ja, je hebt Sissoko ook laten starten in de basis voor het eerst. Heeft hij een beetje jouw verwachtingen waargemaakt? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat hij zeker in de eerste helft balvast, dreigend. En uiteindelijk ook betrokken was bij doelkans of doelmogelijkheden. Gaandeweg de tweede helft werd het iets minder, maar ik denk dat hij het goed gedaan heeft. Dan naar zondag. NEC speelt tegen RKC, die staat negende. Dat is het linker rijtje en dat is waar NEC wil staan. RKC heeft 17 punten, NEC 14. Dus bij winst komt NEC in punten gelijk met de Waalwijkers. Maar niet geheel onbelangrijk, je zou ook nog kunnen uitlopen op de ploegen onder je. Een interessante wedstrijd dus. Na zondag is het de 14e wedstrijd die we gespeeld hebben. Dus er volgen er nog 18. Uiteindelijk, aan het eind van de rit moeten we staan waar we denken dat we willen staan. En dat is bij de eerste 9. En dan helpt het wel als je zondag natuurlijk wint, want dan sta je daar ook. RKC staat eigenlijk waar jullie willen staan, 9e, tenminste bij de eerste 9. Wat doet die nou eigenlijk zo goed dan? Nou, die hebben gewoon een uitstekend seizoen tot nu toe. Ze zijn een uitstekende organisatie in het veld. Ze hebben ook goede individuele spelers. En dat klikt op dit moment. En dan is het lastig om tegen hun te voetballen en zijn ze ook lastig te bespelen. Taaie ploeg. Ze spelen ook met 5 verdedigers volgens mij. Dus het is niet makkelijk om te scoren tegen hun. Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat wij met onze klasse gewoon moeten winnen hier thuis. Heb jij jouw directe tegenstander al een beetje bestudeerd hoe jij hem voorbij kan gaan links en rechts? Ja, hier en daar heb ik wat gezien, maar dat maakt me niet uit. Maakt niet uit tegen wie ik oversta. De acties lukken wel. Een moeilijke tegenstander zondag, maar wel een tegenstander waar wij denken kans tegen te hebben natuurlijk. En dat ga je doen met dezelfde basis als tegen Cambuur? Nou, dat hou ik nog even voor mezelf, maar... Even change your winning team, toch? Dat zeggen ze wel eens, alleen daar ben ik het niet altijd mee eens. Okay. Maar dat zullen we zondag zien. Okay. Ja, mocht NEC zondag winnen en wil je dat uitgebreid vieren door bijvoorbeeld de stad te gaan, let op, want Ibrahim Sissoko heeft wat tips voor je. Ik ken alleen Bascafé, man. Yeah. Ik ken niet meer dingen, ja. Dus gewoon Bascafé, zondagavond, dan zien we jou. Ja, nee, mij ga je niet zien. Dat ga je niet zien. En dat was het dan weer voor deze week. Zondag dus de laatste wedstrijd van NEC dit kalenderjaar, thuis tegen RKC. Maar niet getreurd, ook in de winterstop zit je bij RS7 goed voor al het NEC-nieuws. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.